De traditionele Pagara-estafette zal op 31 december weer plaatsvinden in de binnenstad van Paramaribo. Om het feest in goede banen te leiden is er dit jaar besloten alle krachten te bundelen in Stichting Oruyari Fest, zei voorzitter Gino Revos tijdens een vandaag gehouden persconferentie. De coördinatie tussen de verschillende partijen en instanties wordt centraal gehouden en de verschillende middelen worden zo beter op elkaar afgestemd. Revos geeft verder aan dat het feestend publiek zoveel mogelijk moet proberen om op zichzelf te letten en zich te gedragen, opdat er zich geen ongelukken voordoen. We praten over 50.000 tot 80.000 mensen in de binnenstad, in een redelijk klein gebied. En uit de voorbesprekingen met zowel de politie als de EHBO als de beveiliging, er kan niet op individu niveau worden ingespeeld op elk geval. Het is aan de gemeenschap, de mensen die komen, let zelf op je drankgebruik. Let zelf op wat de politie zegt, hoe je met glas omgaat. Als dat al, dat kan al een heleboel helpen, zodat ook bijvoorbeeld de EHBO niet onnodig wordt overbelast. En voor gevallen waar het echt nodig is, dat ze dan genoeg capaciteit hebben om voor die mensen te schakelen. Dus let vooral op jezelf, op de mensen met wie u gaat. Ook het vertrekken uit de binnenstad. We zien vaak nog weer aanrijdingen, onnodige aanrijdingen. Want ook dat is een spin-off van het evenement. Zorg ervoor dat u weer veilig thuis komt en de jaarwisseling gewoon met uw familie en vrienden netjes kan meemaken. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, hoopt dat het feestend publiek zich aan de regels zal houden. Inspecteur van politie Christian Burleson, hoofd van de motorsurveillancedienst MSD, hoopt dat de bezoekers de instructies van de politie stip opvolgen. Door vooral ook elkaar te motiveren, maar ook te corrigeren. En vaak is het ook zo dat we met familie, vrienden, kennissen samentrekken, afspreken. En als je inderdaad ziet dat één van jouw vrienden, of wie dan ook, een beetje zich anders gedraagt, die openbare orde verstoort, durf ook te zeggen, één, maar dat is niet de bedoeling toch. Ja. Dus u bent eigenlijk ook de bewaker van het succes. U bent mede verantwoordelijk voor dit succes. Ons product, Surinaams product. Wij moeten erop letten dat het algemeen belang gediend wordt. Want daarvoor zijn we daar. Daarvoor zijn we daar. Dus daarom doen we een beroep dat men zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En dan komen we heel ver. Maar het heeft geen zin dat we vooral op die dag met echt strenge maatregelen voor. We weten ook dat andere mensen sinds 30 bezig zijn zich op te hitten, laat me het zo uitdrukken, voor 31. Daarom zeg ik vaak, ik zit elk jaar, men vindt het stoer, en laat het bij naam noemen, bijvoorbeeld, ik heb het gisteravond ook gezien, men vindt het stoer om met de Hennessy-fles te lopen en te drinken. En dit is stoer. Het afschieten van de Pagara start om 12 uur 's middags en zal afhangende van de lengtes van het vuurwerk binnen een uur worden afgeschoten. De festiviteiten na het schieten duren tot en met 6 uur 's avonds.